Het wordt dus steeds makkelijker om milieuvriendelijker te rijden. Die boodschap geeft de provincie volgende week nadrukkelijk mee aan bedrijven in Brabant. Door bij ze langs te gaan. Ja, het is nu natuurlijk het moment voor het bedrijfsleven om te laten zien ook welke verantwoordelijkheid ze nemen. En dat er een andere toekomst in ons verschiet ligt dan de toekomst die we in het verleden voorzien hadden. We moeten nu veel duurzamer, veel milieubewuster gaan produceren en gaan acteren. En daar kunnen de bedrijven een handje aan meehelpen als ze hun wagenpark ook gaan vergroenen. In Brabant zijn al veel bedrijven die geheel of gedeeltelijk zijn overgestapt. Een voorbeeld uit Tilburg. We hebben nu 16 auto's van de totaal 140 die op aardgas rijden. Dat is dus redelijk substantieel. Wat zijn de ervaringen tot nu toe? De ervaringen zijn redelijk positief. Er zitten natuurlijk nog wel wat aanloopbeperkingen aan. De actieradius van die auto's is ongeveer 200-250 kilometer. Maar omdat wij met name ze inzetten op activiteiten in Tilburg en omgeving, is dat op zich nog niet zo'n probleem. De provincie geeft natuurlijk zelf het goede voorbeeld. Wij zijn als provincie op de goede weg. We hebben een wagenpark van pak een beet 60 auto's. Zijn we aan het vernieuwen. In die vernieuwingsslag kan ik zeggen dat we op dit moment al 5 hybride auto's hebben rondrijden. En dat we de mogelijkheid zijn aan het onderzoeken om richting de verdere vernieuwing, en dan kijk je naar 2011, 2012, ons wagenpark zodanig te hebben dat ze of hybride zijn of op gas, elektriciteit, in ieder geval zo milieuvriendelijk mogelijk uitgerust zijn. Bedrijven willen best milieuvriendelijker rijden, maar willen daar ook graag financieel een handje bij geholpen worden. Mijn enthousiasme voor dit issue is uiteraard heel erg groot. Dat kunt u merken aan onze ambities. Ik vind dat bedrijven soortgelijke ambities moeten hebben. We hebben het hier echt over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dus de verantwoordelijkheid voor milieuvriendelijk rijden ligt op de eerste plaats bij de ondernemer zelf. Wij zijn een bedrijf dat maatschappelijk ondernemen hoog in het vaandel heeft staan. Wij doen daar ook een appel op bij onze potentiële opdrachtgevers. Maar we proberen daar zelf ook invulling aan te geven. Dus als we met onze activiteiten en door de inzet van milieuvriendelijke auto's daaraan kunnen bijdragen, dan doen we dat ook. Vroeger was je een beetje een alternatieveling. Was het een beetje de geitenwolle sokken van kijk hem eens eventjes een beetje uitsloper doen. Tegenwoordig weet je dat je niet anders kunt dan je verantwoordelijkheid nemen en te zorgen dat je groen tankt. En daar gaat het om.